oud ben je? 10 jaar. In welke klas zit je? Groep 7. En welke school? Basisschool. Oké. Okay. En wat vind jij tot nu toe al leuk aan de kinderredactie? Dat ze elke keer kinderen filmen, dat ze foto's maken, dat ze zo geïnteresseerd zijn en denken actief, dat ze wel leuke dingen kunnen doen. Dat ze ook serieuze zaken doen. Ik vind het leuk om te filmen. Ook ik. Vinden jullie het leuk? Ja. Ik ga de klas doen. Ja? Had je het verwacht? Nee. Waarom hebben wij ze uitgekozen? Kunnen jullie dat nog even vertellen? Omdat jullie het beste konden uitleggen waarom jullie erin waren. Want het geschreven van het lijkt me leuk om een keertje met een ander school samen te werken. Wij beginnen altijd iedere redactie met een redactievergadering. Maar wij hebben altijd een notulist en een voorzitter. Nou, en voor de rest zou ik zeggen, heel hartelijk welkom in ons team. Cameravrouw, heb jij ook nog een mededeling? Nee. Social media en dan vooral Facebook. Wie van jullie maakt al gebruik van social media? Die maakt wel eens gebruik van social media. Jullie allemaal wel? En noem dan eens wat? Instagram. Snapchat. Oh. Wat moet ik zeggen? YouTube. Facebook. Want als je straks die Facebookpagina gaat opzetten met z'n allen, moet je meteen alles bij de hand hebben. Een tekstje waarin jullie vertellen wie jullie zijn. Weet je wel, waar dan? En Canva kun je gewoon omslagfoto Facebook en hij zet hem al voor je klaar en je hoeft er alleen maar plaatjes in te slikken. Kijk, we hebben allemaal in een rondje met ons hoofd tegen elkaar aan zitten. Kan die? Nee. Komt u? Dat wij dit gewoon kunnen doen. En dat is ook met medewerken aan juf Lesja, juf Anoushka. Daar zijn wij echt eigenlijk heel blij mee. En we hebben een heel leuk team. Maar we willen het eigenlijk wel wat groter, zodat het ook door kan blijven gaan. Niet als alle kinderen van, die er nu in zitten weg zijn, dat er niks meer overblijft. Wij willen gewoon dat het blijft bestaan.